Welkom bij update nummer 32. 32. In het nieuwe jaar, de allereerste update van dit nieuwe jaar overigens. Ja. Dus ik weet niet of dat nou mag nu, maar ik zou zeggen nog de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Ja, vandaag is Drie Koning en dat is de laatste dag. Oh ja, dat mag. Dus de beste wensen nog voor 2016. Veel succes toegewenst voor iedereen. Ja, zeker, zeker. En magisch natuurlijk, niet te vergeten. We hebben er zin in, we hebben plannetjes genoeg voor dit jaar. Heb je wijn gedronken met kerst? Heb ik wijn gedronken met kerst? Ik heb Prosecco gehad. Oké, okay. Maar het is een ander glas dan dit, toch? Ja. Maar dat zou op zich niet uitmaken, want dit is namelijk een wijnglas. En als je dat wijnglas zeg maar afdekt even met een doekje op deze manier, zo. Ja. Is dat heel speciaal, want dan kun je namelijk dat glas, kun je laten zweven. Dat is heel raar op zich. Kijk, kijk. Dat is heel vreemd, zie. Ja, oké. Okay. Oh, het kan alle kanten kan het glas opgaan. En het gekke is, als jij je hand even wil openhouden, als jij je hand even wil openhouden, ja? Okay, dan gaan we het glas heel langzaam, eens kijken, gaan we dat laten zakken, zo. Ja? Tot op jouw hand. Zie je, en als het goed is, staat het glas dan mooi op je hand. Dat is de Exquisite, heet het. Exquisite is een de floating wine glass. Naar een idee van Michael Emmer en Dirk Lozander. Ja, het is een variatie, laten we zeggen, op de zombiebal, op de floating table, op de floating box. Allerlei zwevende voorwerpen. Ja. Het kan met elk wijnglas. Ik heb dit glas net even gepakt. Tuurlijk, voor elke zweefact, voor elke act geldt, hoe meer je oefent, hoe beter en hoe mooier. Nou, wij laten wel eens een zwevend tafeltje zien, en de zombiebal ook wel. Dit lijkt erop, je moet alleen even iets voorzichtiger zijn, omdat het in dit geval glas is. Mm-hmm. En glas kan vallen. En, nou ja, als glas valt, kan het stuk gaan. Maar het gave is, als je ergens een glas ziet staan en je hebt het geheime iets bij je, je leent een willekeurige doek. Dit was ook een doekje wat hier even gepakt. Of een zakdoek, of een theedoek, of een wat dan ook. Gooi je er overheen, laat het zweven. Je ontvangt samen met de gimmick, ontvang je een uitgebreide instructie, voorzien van vele foto's, heel snel. En een online video instructie, dat was de plastic review. Online video instructie, zodat je ook nog leert van zowel Michael Emmer als Dirk Lozander. Yes. Exquisite, kost bij ons €105. Ik vind het een leuk ding. Ja, een mooi ding, ik ook. Mooi ding. Oké. Nou, iets heel anders. Zeg, ik heb hier een magische propeller bij. Oh ja. Precies. Ja, je kent misschien wel die truc met een rietje. Ja. Precies, ik zal niet te veel verklappen. Nou, dit lijkt erop. Oh. Kijk, de bedoeling is, als je snelheid maakt, hier, over de karteltjes van de ding. Ja. Dan gaat het propellertje ronddraaien, zie je? Gaat het niet opzij, ja. Hoe sneller je draait, hoe sneller die ronddraait. Mark? Ja. Kijk. ja, oké. Okay. Wil je dan dat die zo ronddraait of zo ronddraait? Je mag het maar zeggen. Kan zo ook, ja. Het zou kunnen, maar dat kan niet. Mag ik eens proberen? Dat gaat moeilijk, hè? Maar nee, ik zal nog eens proberen. Aan de andere kant, ja. Maar. Hier, kijk. En ik blaas hier zo, hè. Oké. Okay. Een magische propeller. Ja, het is een oud ding hoor. Het is een hoei houtje noemen ze het ook wel. Of hoei stokje of wat dan ook. We noemen magische propeller. We hebben er een heleboel, maar op is op. Quanta Costa, €3,95. Nou. Niks. We doen er een videootje bij. In het winkel. Online videootje bij, dat je weet hoe het werkt. Ja, maken we eventjes, dat is wat handiger. Voor dat geld kun je het niet laten liggen, denk ik. We zetten hem op de site inderdaad, zo'n magische propeller. Ja, en eigenlijk weet ik zelf ook niet waarom het werkt. Ik ook niet. Maar het werkt. Het werkt, daar gaat okay. het Dit is ook een hele oude truc. Moet ik even kijken, heb ik die hier zitten? Of heb ik zijn sleutels, maar niet uit. Oh, wacht, doe het zo. Ik heb hier een twee munten. Eentje met een gat
en eentje zonder gat, zeg maar. Ja. Let goed op. Het kaartje draaien we om. Ja. En nu haal ik de munt zonder gat. Die haal ik weg. Right? Oké. Okay. Die gaat in mijn zak. Ja. Tot zover. Ja, wat blijft er over? De munt met gat. De munt. Dat is vreemd op zich, want die munt met gat, als je ze goed zou kijken, die heb ik zo net in mijn zak gestopt. Dus ik heb de munt zonder gat, zie die ligt hier. Nou, mensen mogen het ook allemaal checken. Een hele oude al. We hebben balans opgemaakt. Dat wil zeggen, we checken altijd de hele voorraad rond 1 januari. En dan komen we dingen tegen waar we denken, joh, dat hebben we ook nog. En waarvan denk ik, dat kan wel in de update. Het is al een hele oude. Ik weet niet eens het artikelnummer, maar het zou ergens bij de 1000 zitten. Dus dat, we zitten inmiddels op 4500, dus dat is oud. Maar wel een leuk ding. En ik mis mee ook. Hole in the coin heet het. Hole in the coin. Het kost €25. Is het makkelijk? Super makkelijk. Hole in the coin. Leuk ding. Ja. Met een gewoon Nederlandse instructie en een Engelse instructie zit erbij. Oké. Zeg. Mag ik jou een kaarttruc laten zien? Ja, doe. Laat zien. Alrighty. Zeg, je mag er eentje uitkiezen. Laat hem niet aan mij zien. Wel aan de camera? Ja, doe maar wel aan de camera. Om iets duidelijker te maken, dan doe er zelfs maar een klein tekeningetje op maken. Niet je naam, maar... Rug of beeldzijde? Beeldzijde. Dus deze kant. Ja. Heel goed. Tekeningetje. Een tekeningetje. Nou, goh. Hoeft de Mona Lisa niet te worden? Nee, maar dat is ook niet gelukt. Oké. Okay. Yes. Ja? Ja. Oké. Okay. Wacht, dan zal ik hem hier... terug in het dek doen. Ver. Oké. Zeg. Er zijn sommige goochelaars. En die hoeven maar zo in het dek te gaan. Zo. En halen zo jouw kaart eruit. Ja, maar dat was hem niet inderdaad. Maar dat is hem niet. Nee, precies. Nou, ik ben niet een van die goochelaars. Oh. En ik ga het iets anders doen. Ik heb geen idee wat die gaat gebeuren trouwens, maar... Soms pakken we gewoon allebei wat dingetjes die we gaan laten zien. Waarvan we weten dat ze nog niet in de update hebben gezeten. En die gaan we dan laten zien. En soms vragen we ons dan af wat de ander gaat laten zien. Ja, dit is het moment. Inderdaad. Nou, dit is het. Ik heb hier... ik weet niet of je het bekend voorkomt. Het zijn, 25211. Nou, nee, dat is het eigenlijk niet. Nou, nee, dat zou ik er nog uithalen. Maar voor de rest komt het totaal niet bekend voor. Ja, ik heb hem niet op jouw kaart gezet, hoop ik. Nee, dat was niet mijn kaart. Nee, okay. Het mooie is, als je hem hier ronddraait zo'n keer. Ja. Kijk, dan gaan die dingetjes aan deze kaart eraf en dan komen ze op de volgende kaart te zitten, zie je. Dat is bijzonder, ja. Precies. Nou, ik kan ze ook, zeg maar, door heel het dek heen laten gaan, zo. Kijk, en dan verdwijnen ze hier. Dan gaan ze helemaal door het stok kaart heen op zoek naar jouw kaart. Oh. Dus als het goed is, zijn hier in het midden ergens die lijntjes uitgekomen. Ja. En als het goed is, zou die dus terecht moeten komen bij jouw kaart. Weet je nog welke kaart? Ja, je hebt een tekening opgemaakt, hè? Ja, ik heb meer op de tekening gelet dan op de kaart. Oké, wacht. Dan gaan we eens kijken. Hier, een boompje en een huisje. Dat was het, klaar voor 6. Ja. Dat was hem. Nou, dat is eigenlijk wat ik je wou laten zien. Maar ik wil nog iets laten zien. Want ik zei namelijk dat het de magische kaart was, deze. Mm-hmm. En die ga ik namelijk veranderen. Wacht, kijk. De achterkant was dit. Ja. Ja. En het mooie is, als je daar... Je kunt nog controleren of het gewoon helemaal echt is. Ja. Ja. Kijk, het leuke is, als je hem dan zo vasthoudt, hier. Dan ga je er zo overheen. Dan tik je een keer. En dan komt hier... Oh, dan komt hier René op te staan. Oké. Ja, top.
Is wat niet bij trouwens. Dit is Identity, hè? Identity van Richard Sanders, al een oudere truc. Oh, we hebben de schijf niet bij de hand, zie ik. Maakt niet uit. Identity is inderdaad, ik herken hem wel. Van Richard Sanders, maakt me niet uit. Identity. Ik weet wel wat die kost. Identity kost €35. Ja, is een mooi ding. Ik herinner dat Richard het liet zien toen op zijn lezing hier. Ik vind het zeg. We lieten het op zijn lezing zien hier. En dat was toen wel een heel visueel ding. Het was net nieuw. Sorry dat ik met mijn rug naar de camera zit nu. Nou, voor degene die het niet gezien had. Die streepjes net, die erop stonden, die zijn veranderd in de naam van de toeschouwer. Ja. En dat is natuurlijk heel erg gaaf. Ja, want in principe weet de toeschouwer niet dat jij de naam weet ook. Nee, kijk, als je aan een tafel komt staan en je stelt je eigen voor, Mark, Johan. En je doet dan eerst 2 of 3 andere trucs en daarna deze. Die Johan, die is eigenlijk al vergeten dat hij zijn eigen überhaupt voorgesteld heeft. Tenminste, mensen vergeten dat. En als dan daarna zijn naam op die kaart komt te staan, ja... Degene die het terug doen, die weten hoe impact die heeft. Ja, dus die kaart willen ze meenemen. Het is een kaart die gewoon veranderd is, zeg maar, in hun ogen. Ja. Cool. Dus een volledige DVD-instructie. Yes. Volgens mij zit er iets bij. Zit er een kaart bij? Volgens mij wel. Dat weet ik niet. Volgens mij wel. Daar zou iets bij kunnen zitten. Maar het kan ook... voorbereid. Zonder... daarom weet ik, daarom twijfel ik ook. Maar volgens mij zit er wel iets bij. Volgens mij ook. Maar het is Identity. Identity. Tandaard. Nee. Dit is een huis, misschien had je het niet gezien. Nee. Enige idee wie er in het huis woont? Ursula. Nee, dit is Bobby. Bobby is mijn hond. Mijn goochelhond, zeg maar. Alleen, hij mist één ding. Mis je niks bij hem? Een broek. Ja, oké. Okay. Als het een goochelaar zou zijn, een goochelhond, wat zou je dan missen? Een hoge hoed, een goochelstok. Goochelstok. Kijk, daar gaan we voor hem maken namelijk. We gaan Bobby namelijk zo helemaal in het huisje zetten. Ja. Wij gaan voor Bobby een goochelstok regelen. Dat is toch aardig? We zijn de broertste niet. Dat is toch aardig. Ik heb hier een aantal kaarten. Ik zal het zo laten zien, dat kun je het beste zien, denk ik. Ja. Die hebben allemaal verschillende kleuren botten. Zie je? Je hebt geel. Een hond, ik heb geen goochelstok, heb ik een goochelbot. Zwart, rood, geel, foute kleur en blauw. Nou, er zijn in totaal 1, 2, 3, 4 van die kaarten. Ja. Heb je? Nou. Als jij. Welke zou jij. Niet kiezen. Als jij voor hem een goochelstok of goochelbot zou mogen uitzoeken, welke zou je niet kiezen? Deze. Waarom niet? Ja, ik weet niet. Ja, het is niet echt een goochelding, toch? Nee, klopt. Is er nog iets bij die zegt nee? Ik denk die gele niet. Die gele ook niet, nee. Als jij wel iets zou mogen kiezen, welke zou jij zeggen, als ik een goochelhond zou willen zijn, dan wil ik met die goochelstok goochelen. Welke zou jij van uitgaan? Dat je ze aan ze pakken. Ik zou, als je echt uit wil zien, de goochelaar, zou ik... Ik weet niet wat jij wil doen, maar ik zou het wel weten. Ja, ik zou voor deze gaan. Die, oké. Okay. Dan gaan wij proberen om het bot van de kaart te laten verdwijnen. En naar Bobby te laten verplaatsen. Goed plan? Dat zou heel knap zijn. Zetten we deze kaart even zo hier zo neer. 1, 2, 3, dat is mooi zo neer. Zo. Ja. Bobby mag trouwens gewoon meekijken, dat is eigenlijk wel leuk. Alhoewel, maar dan zit hij natuurlijk wel wat aan het doen. Nee, doe maar even terug. Dat is natuurlijk leuk, dat is geen verrassing meer. Okay. Je hebt een toverspreuk en die gaat als volgt. Abracadabra. Nou, bij elke lettergreep raak ik een kaart aan. Dus die gaat als volgt. A, bra, k, da, bra. En let op. Oh, is dat niet gelukt, zie ik. Want hier is het bot nog niet weg. Dan ben ik even aan de kaart over. Doe ik A, bra, k, da, bra. Ook niet weg nog. Oké. Okay. Sorry Bobby. Tot nu toe. Nou. Abracadabra. En wederom niet. Bobby, sorry. Het gaat er niet worden volgens mij. Abracadabra. Dan weet ik niet. Dit. Maar ik zie hier dat hier één goochelstok
verdwenen is. En dat is, naar mijn idee, zat hier toch straks die zwarte, toch? Yes, dat waar. Het magische bot. Het leuke is, hij is verdwenen van deze kaart. En hij zit nu, als we het deurtje even openmaken hier zo. Er zit hier nog steeds Bobby met één. Nou, met het zwarte goochelbot in zijn handen. Dit is Bobby en het magische bot. Natuurlijk kun je dit helemaal uitspelen voor een kindershow. Wat ontvang je? Je ontvangt dit plus dit en een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. Stevige kaarten, professioneel gedrukt, gelamineerde enveloppenhuisje, zeg maar. Dus dat gaat wel heel lang mee. Het is handig als je het huisje ergens tegenaan kunt zetten. Nou, ik heb even deze standaard gepakt. Het is ook handig als je de vier kaarten ergens tegenaan kunt zetten. Natuurlijk kun je het allemaal in je handen houden ook. Waar je kaarten maken. Kan ook, maar als je het neerzetten kan. We hebben nog een aantal van deze sets. Ze zijn kunststof standaards. Er zit ook nog een bevestiging bij. Kun je ze zelfs zo, volgens mij, zo of zo nog aan elkaar maken. Als je wil. Er zitten van die dopjes bij. Deze kosten per 2 30 euro. Zijn niet heel goedkoop. Het zijn professionele acryl standaard, zeg maar. Bobby en het magische bot kost 29,50 euro. Dus dat is Bobby en het magische bot. Nogmaals, je moet er wat van maken met een heel verhaal. Dan heb je een hele leuke truc. Ja. Dit is even gewoon een snelle demo zonder daar heel lang over na te denken. Zeg me gerust niet. Ja. Oké, Bobby en het magische bot. Heb jij nog iets, Mark? Ja, ik heb hier een dvd'tje. Een nieuwe dvd van Henry Wright. Ja. En het heet Souvenir. Nou, iedereen kent wel de Mercury Card Vault. Maar dit is een hele andere tak. Hij zorgt er namelijk voor dat jouw kaart om de stam van het wijnglas heen zit. En die kaart zit hier omheen dan. Gesigneerd. Ja. Ja. Hij heeft een methode bedacht om, om een kaart om het wijnglas te krijgen. Ik weet niet. Zonder dat hij. Ja, je laat de kaart kiezen, dat is hij. Hij scheurt het midden, een klein rondje eruit. Hij scheurt het midden een klein rondje gaat eruit. Gaat hij ermee om en dan poef, zit hij eromheen. Exact. Niet gescheurd, je mag hem helemaal checken. Dat is het idee. En het past niet nergens overheen. Hij zit, dat is onmogelijk eigenlijk. Ja, het kan niet. Het kan niet. Dat is echt het verhaal, toch? Ja. Ja. Ik weet niet. Wacht. Oké, zo. Nee. Oké. Okay. Nee, is niet belangrijk. Nee. intern overleg. Duidelijke uitleg. Het is een mooi ding, maar je moet voorbereiden. Oh, dat is heel geheim overleg. Ik verstond het niet meer goed. Nee, rust erbij komen. Ja, je hebt wel. We raden je aan als je dit zou bestellen. Het verraadt nog niks van het geheim eigenlijk, want het werkt anders dan dat je zou denken als we dit opnoemen. Mm-hmm. Als je deze truc zou bestellen en je hebt geen rubbercement in huis, zou ik die even meebestellen. Ja. Het is niet zo dat je scheur dichtlijnt met rubbercement. Zo werkt het niet, zal ik daar even bij zeggen. Nee. Dat dachten wij toen wij deze truc inkochten. Dat dachten wij, ja. Maar dat is niet het geval. Het is heel clever gemaakt. Het vergt wel voorbereiding. Ja. Je kunt wel zeggen, elke kaart moet je één keer gebruiken. Kun je ook weggeven als souvenir. Ook zat ik een handtekening op verder. Laten we zeggen dat het maken van een kaart 5 minuutjes werk is. Zoiets, ja. Misschien zoiets. Misschien iets minder als je een serie maakt. Je kunt ze een serie maken overigens. Al zou ik er niet meteen 20 of 30 maken. Want volgens mij is het ook niet heel best. Het is wel kort heel duidelijk uitgelegd. En als je, ik denk voor televisie magic en dat soort dingen, is dit vet cool hoor. Kijk ook voor restaurant magic, maar dan moet je telkens een geprepareerde kaart pakken. Dus de fact vind ik heel cool. Alleen de voorbereiding. Maar je zegt, als je op het eind van je restaurant gig zegt van doe er nog eens eentje. Ja. En je doet die kaart eromheen. Absoluut. Nou, 100% is nooit gebellen. Ja, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. En dan wil ik nog iets zeggen, maar dat is even door. Ja, we hebben dus alleen maar gekeken en nog niet zelf meegespeeld, geoefend. Nee. Wij dachten ook van, dat is een gaaf ding om even in de winkel steeds te laten zien ook. Maar omdat de voorbereiding aan vast zit en we gewoon niet even een uurtje hebben dat we zeggen, laten we even een stapel kaarten maken. Dat is gewoon zo. Nee. Dit moet ook altijd tussendoor de video's. Wat we graag doen trouwens, maar het moet altijd even snel. Het is dus cool, maar we hadden het graag even live laten zien. We zorgen dat hier een beeld in de video zo te zien is, dat je ziet wat het effect is. Dat klopt gewoon. De toeschouwer mag er echt allemaal checken. De kaart zit echt vast zonder een scheur erin. Ja, dus als je iets aparts zoekt. De souvenir. 42,50 trouwens. Yes.
Nou hebben we natuurlijk net wel niet alleen honden hebben goochelstokken nodig, goochelaars natuurlijk ook. Ja, zo is het. Zo is het. Zonder stok in. Nee, zo, precies, zo is het. Oh, nou. Tja. Aanzetten. Ja, aanzetten. Goed zo, ja, aanzetten. Kan ik opwarmen. Dit is een goochelstokkenmachine. En daar kun je gewoon goochelstokken mee maken. Dat houdt in. Je kunt gewoon hier aan het wieltje draaien, zeg maar. En dan heb je gewoon de perfecte goochelstok. Zo makkelijk. Zie je, dan heb je namelijk... Ja, het komt in de buurt, maar je hoort eigenlijk twee van die witte... Je moet wit aan, hè? Ja. Zal ik even wit een beetje hoger zetten? Zo. Ja, ja, dat is... Sorry. Nou... Wacht, ik zal een klein... Moet smaller, hè, de wit? Ja, en dan ook aan die andere. Ja, 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 dat is niet zo'n probleem. Dat kan ik kunnen regelen. Oké. Okay. Bijna. Maar ja. Doe een beetje daar. Wacht komt even. In de buurt, dan kan het dus even veranderen. Zo. Meer. Ja, dat doen we gewoon zo. Ja. Ja. Maar dan zwart waarschijnlijk. Ja, en dan moet dit zwart zijn. Zwart moet ja. Een andere kleur. Oké. Okay. Ja, zwart dan, hè. Zwart, nog een andere kleur. Een andere kleur. Potverdorie zeg. Wacht even. Ah, hier. Zwart. Stom. Dat is hem. Kijk. Als je helemaal goed staat, kijk, dan kun je ook gewoon stokken blijven. Dan gaat hij ook gewoon. Ja, ja, ja. Oké, okay, super, super. Nou, dit is de goochelstokkenmachine van Studio Merlin. Hiervan hebben we nog een heel aantal op voorraad. Ja, leuk ding. Ook hier is het weer wat je ervan maakt. Je moet hier je kunt een running gag van maken. Je kunt daar een losse act van maken. Je krijgt het helemaal compleet met alles wat je hier ziet. Deco kan per set verschillen. We hebben er met blauwe opdruk, met rode of opdruk sticker. Dus elk model is wat anders. We hebben er een aantal... kijk, het kost €125 nieuw. We hebben er een aantal die door transport bijvoorbeeld, waar een scheurtje aan de zijkant zit... Is gelijmd, zie je niks meer van, hebben we ook. Die zijn wat goedkoper. Als je er interesse in hebt, laat ons even weten, zijn €75. Voor de rest exact hetzelfde, maar als er een scheur in zit, kunnen wij dat niet verkopen als nieuw. Sterker nog, ik heb deze net heel snel gepakt. Deze is ook €75. En waarom? Omdat normaal, hier zit bijvoorbeeld een baantje, maar de stokken naar buiten rollen zo. Ja, ja, ja. Dit baantje. Is het verkeerd? Het is verkeerd om. Dat is niet erg. Dan valt de stok namelijk altijd mooi zo onder je machine. Anders gaat hij altijd rolt hij eruit. Dus anders kun je hem opvangen. Maar als je pech hebt en je hebt een tafeltje, dan klettert elke keer die stokken zo van de tafel af. Dus deze dropt ze mooi naar beneden. Dus deze ook €75. Dus we hebben ze nieuw. Gewoon via de website Dynamic Magic Shop. €125. En via e-mail zullen we zeggen. Hebben we ook volgens mij één of twee met een klein markementje zoals deze. Zijn €75. De goochelstokkenmachine. Van Studio Merlin. Yes. Nou, heb jij toevallig het kaartspel nog? Ja, dat heb ik nog. Heb je nog een truc liggen? Nee, hè? Nee. We gaan er eentje doen, nog eentje en dan is het ook klaar. Is dat een beetje een compleet spel? Of is het heel rampzalig? Het lijkt wel heel erg compleet naar mijn idee. Oké. Let op. Voorspelling. Deze truc doe ik al jaren. Dat is ook eentje die feilloos werkt. Dus ik ben ook zeker niet bang voor dat het fout gaat. Zou jij je vinger op een kaart willen leggen ergens? Maakt niet uit welke. Die? Zeker weten? Oké, okay, ik wil hem niet zien. Dus ik doe het even zo. Ja. Onthoud de kaart even goed. Ik zal het even zo laten zien in de camera. Ja? Ja? Oké. Okay. Top. Welke kaart had jij gekozen? Wat moet ik nou zeggen? Ja? Schoppen 5. Nee, niet schoppen 5 toch? Ja. Schoppen 90 hoop ik. Had je? Nee. Serieus, ik zeg net nog dat niet eens voor. Nee, schoppen 5. Je had serieus schoppen 5. Mm-hmm. Kippen. Potverdorie. Daar zit hem één ding op. Daar zit hem één ding op. Ik moet hem even aanpassen. Het kan. Maken we van die schoppen 5 gewoon even een. Sorry, van die schoppen 9. Maken we gewoon even een schoppen 5. Zijn een paar probleem, geen probleem, zie. En we hebben een schoppen 5 klaar. Klopt toch? Ja, 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 zo kan ik het ook, ja. Ja. Nou, dit is de chameleon card. En wat is het coole?
Ja, met, het werkt met koelen en warmte. Met koelen. Als je weer afkoelt, zeg maar. Ja. Is het weer terug. Schoppen 9. Ja. Dus dit zei je. Wat je ontvangt is een pakket van 3 kaarten. Nou, pak even de set die ik... Sorry. Die je toevallig bij hier krijgt. Je krijgt een set van 3 stuks. Die veranderen allemaal. Dit wordt een klaver 4, dit wordt een schoppen 5 en dit wordt, ik denk een aas, want ik kan bijna niks anders. Let op, deze truc verkochten wij vroeger per kaart €12,50 onder Cardition's Dream. Hebben we nog steeds overigens, ook een site, Kaartendroom. Dit is de Chameleon Cards. Hebben we in rood en blauw, dus offsetjes van 3, rood en blauw. Rood en zwart, rode, zwarte beeldzijden of 3 rode beeldzijden voor €5 per set. Met Nederlandse instructies. Is peanuts. Is echt peanuts. Vroeger een van de trucs die ik heel veel deed. Vaak waar ik optrad, stond een kaarsje op tafel. Een voorspelling. En dan deed ik boven het kaarsje eventjes. En dan zijn mensen, wat? Heel visueel. Heel visueel. Ja. Dus een chameleon card trick. Voor €5. Ja. Wat willen we nog meer? Even kijken. Zijn er nog bijzonderheden zo verder? Ja, we hebben de winkel een beetje omgebouwd. Hij staat zo echt een beetje vol, zeg maar. Dus misschien iets te vol. Te vol. Daar gaan we binnenkort wat aan doen. Ja. Hou de updates in de gaten. Hier lokaal hebben wij over 3 weken gekke maandag. Hebben we al vaker een keer genoemd. Oftewel lokale carnaval. Over een maand is het al carnaval overigens. 6 februari. Kort seizoen. We hebben altijd namelijk ook heel veel grimeerspullen. Schmink en dat soort dingen. Dus we hebben, mocht je de winkel bezoeken en daar je binnenkomt. Dat je denkt, wat is hier gebeurd? Dat is normaal. Dat hebben we altijd rond deze tijd van het jaar. Hebben we een hele, de hele... Volgens de helft van de winkel, laten we het zo zeggen, is even schmink en grimeergebied geworden. Dus dan weet je dat. We hebben gewoon ook alle goochelspullen hier, maar ja. er is wat veranderd hier. Voor de rest, ja, zaterdag, maar het zal waarschijnlijk de laatste als je het ziet, zaterdag 9 januari hebben we een kinderworkshop van 11 tot 3, inclusief lunch. Op dit moment zijn er nog 3 plekken vrij, kosten €49,95. Als je erbij wilt zijn, bellen of reserveren via de website. Ja. Als het er zaterdag is, als je dit ziet, en je redt het nog, kun je altijd even bellen nog of er nog plekken zijn, maar we will see. Ja, voor de rest, volgens mij was hem dat, toch? Ik denk dat het erop staat, update 32 alweer. Dus. 32, en zo was allemaal veel te lang ook. Ja. We gaan ermee stoppen. Tot de volgende keer. Hoi.